Door. Wij hebben namelijk een rubriek, dat mogen we thuis nooit. Waar zitten de kinderen Brouwer? Hi, jongetje, kom maar deze kant op. Die willen graag iets doen wat ze thuis nooit mogen van mama of van papa. Of van mama of mama, of van papa of papa, of van mama of papa. Van papa of van mama, of van oom Nico. Hi. Hi. Paul? Joe? Paul? Nini. Heb je gehockeyd vandaag? Nee. Waarom niet? Omdat we anders geen tijd hadden. Hoe laat hockey je dan? Mijn zoon is 8 en die hockeyt al om 5:30 's morgens. Mist of geen mist, er wordt gehockeyd. Hoe laat moest jij hockeyen vanmorgen dan? Weet ik niet. Wat interesseert je? Je hockeyt wel? Ja. En jij? Ik moest eigenlijk om 10 uur, ja? Volgens mij. Ja. Maar dan, om 10 uur kan je toch op tijd nog hier kunnen zijn? Het is 9:15. Ik hoor me doen 5 uur weg, dat is over 8 uur. Je moest nog een stukje rijden. Waar woon je dan? Barendrecht. Barendrecht? Zeg, maar mijn moeder ook. Leuk. Leuk? Ja. Ken je daar? Nee. Ja, leuk. Goed, maar jullie hebben een wens. Vertel, jullie willen graag iets doen wat je thuis niet mag. Vertel. Nou, wij zouden... Dus Jules Brouwer en zusjes Nini Brouwer. Ja. Wij zouden... Het leek ons wel eens leuk om met een hockeystick een auto kapot te slaan. Cor, waar staat jouw auto? Je moet een Deventer met leuk met open dak. Waar komt deze agressie vandaan? Nou, het is niet echt agressie eigenlijk. Nou, het is wel agressie als je met een hockeystick een auto wil slaan. Je bent 12 jaar. Hoe ontstaat het? Komt het omdat je dan verloren hebt? Nou, ik had een keer een wedstrijd verloren en toen liepen we langs de parkeerplaats. En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk wel zin om te slaan. Ja. Ja, had ik niet gedaan. Nee, dan heb je liever een auto in plaats van je moeder. Ja. Ja. En Nini, jij had het ook opeens. Oh, mijn broertje heeft het, heb ik het ook. Ja. Jij zou ook willen slaan in een auto. Ja. Wat zou je het liefst dan willen slaan aan een auto? De achteruitkijkspiegels en de ramen. Dat is iets wat je niet bij je ouders thuis mag. Nee. Raar, hè? Raar. We hebben een vrijwilliger nodig die een auto beschikbaar wil stellen. Voor, en ik weet dat er is ook een wens van Anneloes Reinders. Hi, kom maar. Anneloes Reinders heeft een auto, een zwarte auto volgens mij. Kunnen we schakelen naar de auto nu al of niet? Ja, laten we even schakelen naar de auto, jongens. Schakelen naar de auto. Dat is je auto. Is dat je auto? Ja. Oh, wat leuk. Ja. En die wil je misschien dan... want je hebt een hele leuke wens. Wat wil je graag? Staat er nou koeplek. Vertel, wat wil je graag? Ik, zoals je ziet, is een klein autootje. Die past eigenlijk overal tussen. Maar ja. Soms dan kan je van een plekje net geen parkeerplek maken, zeg maar. Nee. En dan zou ik hem er toch graag in willen rammen. Oké. Maar ja, dat doe je dan niet. Nee. Normaal gesproken. Maar... Ja, met liefst zijn erin willen rammen. Ja, maar dan niet met mijn eigen auto. Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Maar laten we even kijken of we dan een plekje kunnen vinden waar we hem doorheen kunnen rammen. Gaan we naar links? Gaan we hebben niet een plekje gecreëerd waar dan mensen... Ja, daar zit... Ja, daartussen kun je in, volgens mij. Zijn daar dan mensen in die auto? Ja, dat kan. Ik heb een klant voor je. Kom eens. Cor Bakker moet snel weg. Snel dan. Hij moet rijden. Help hem een stukje. Kan je komen? Nee, laat maar. Maar dus naar links, een beetje naar links. Daar kan je toch tussen? Ja, past. Prima. Oké. Okay. Nou, jullie slaan gewoon willekeurig wat... Je mag die auto ook pakken van Kim Holland. Die is goed verzekerd. Ja. En dan moet je er altijd iets voor doen, dat weet je, hè? Is dat niet leuk dat je eerst de auto gaat wassen van Anneloes Reinders? Ik heb een gigantische nieuwe wasmiddel gevonden. Waar elke auto geweldig gewassen mee kan worden. Kom maar, ga er maar naartoe. En lekker schuimen en soppen. En dan zien we daarna wel wat we overhouden. En dat is dan allemaal voor jou. Is dat leuk? Ja, tot zo. Ga maar wachten tot het klaar is. Dan mag je daarna me inparkeren. Ik help dan wel met inparkeren. Dat vind ik wel leuk. Spannend. Ja, u spuwt vuur op braderieën en... Nee, eerst rammen, jongens. Kom op, rammen. Nee, die jongens moeten eerst rammen met die hockeystick. Ga dat wassen. Het is weer zo NCRV. Kom op, rammen. Hup, hup. Rammen. Kom op. Kom op. Oh.
Carglass repareert. Carglass vervangt. Okay. Ja, dat is redelijk. Dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik dacht dat het minder snel zou gaan. Ze leken zo lief. Jezus. Ja, genoeg. Fijn, nu gewoon... pak nu maar de auto van Kim Holland. Nee. Genoeg. Ja, pak die auto van Kim Holland. Beuk daar maar in. Leg haar later wel uit. Dat mogen ze niet, of wel? Oké, jullie gaan leren vuur spuwen. Hoe lang hebben jullie ervoor nodig om vuur te spuwen? Nou, dat weet ik niet. Moet wel lukken binnen de uitzending, denk ik. Ja? Jij zou het heel graag willen leren? Dan denk ik dat dat wel lukt, binnen een half uurtje of zo. Oké, we hebben uit van de uitzending hebben we een optreden van Jurk. Ja. Jezus. Jezus. Is dat jouw auto? Dat is niet mijn auto, nee. Maar wel een auto van een van de Charlie. Is het jouw auto? Oh, dan kan je die paas allemaal wat schudden dit weekend. Nou, gaan jullie lekker vuurspuwen? We hebben zo met een optreden van Jurk. Ja. En die komen ook voor het zand, voor het openlucht, voor een openluchtconcert op 21 augustus. Dus mag je daar wel vuurspuwen. Leuk dat je zo meedenkt. En tot zo. Tot straks. Zometeen zien we ze, hoe het dan gaat. Waar zit Bart en Jan? Jezus. Kinderen, jullie kunnen nu wel gaan, wassen. Auto wassen. Cor, ik denk dat je die gaat halen, Deventer. Want het is heel over. Recht op, zet opnieuw beginnen. Gaat hartstikke goed hoor, Erwin.